kijkt naar deze nieuwe video. Het is tijd om het huis schoon te maken en op te ruimen. In principe doen we dat eigenlijk elke week, maar het is gewoon weer nodig. Dus ik ga jullie meenemen hoe ik het huis ga schoonmaken en opruimen. Een Clean With Me video. Hartstikke leuk. Ik kijk dat ook altijd op TikTok en ik dacht, ik ga dat nu ook gewoon doen. Dus heb je zin in deze video, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel met deze video beginnen. Ik heb lekker mijn kloffie aan, want het is bloedheet. Voor ik ga beginnen, duik ik altijd eerst even voorraadkast in. Want ik heb hier eigenlijk alle tools en zo liggen. Ik heb hier een binnenbezem. Deze voor de badkamer, Jame. Emmer, dweil en stofzuiger. Maar wat ik altijd meeneem is deze cleaning caddy. En hier heb ik dan alle producten die ik bijvoorbeeld voor de badkamer en zo nodig heb. Maar ik pak eigenlijk altijd nog wel meer. Dit is vooral wc, allesreiniger en de bathroom foam. En dan heb ik hier het wc-doekje. Even kijken, deze neem ik altijd mee. En deze roze, die gebruik ik gewoon voor allesreiniger. Dus dan vind ik het gewoon fijn om dit zo hop mee te nemen. Dan hoef je niet de hele tijd heen en weer te lopen. Dan kijk ik ook nog even hier. De floor cleaner, ja, die gebruik ik op het allerlaatste. Desti. Nee, ik heb het wel. Oké, ik ga dus vandaag ook de badkamervloer even doen. En daarvoor ga ik Tully Paint Ontvetter Degreaser eerst gebruiken. Kijk, dat is dit potje. Het is een soort poeder, dat doe ik dan in de emmer. Daar doe ik dan 5 liter water bij. Het is dus geurarm en biologisch. En vervolgens ga ik dit gebruiken. Ik ga de voegenbeschermer gebruiken van Tully Paint. En dit kun je kopen bij voegenstift.nl. Maar wij hebben natuurlijk net een nieuwe badkamer, dus het is nog helemaal niet verkleurd. En dat wil ik zo houden. Dus ik dacht, ik ga deze voegenbeschermer gewoon gebruiken. En dan hoop ik dat het dus heel lang niet gaat verkleuren, je badkamer voegen. Dus we gaan testen. Jullie gaan het meemaken. Wil je dit nou ook proberen? Check dan even de link in de beschrijving. Het is tijd om dit in de emmer te doen. En dan doe ik er dus 5 liter water bij. Ik ga dit hele potje erin doen, want dan lost hij het beste op. Kijk hoe heerlijk dit schuimt. Ga poetsen. Nou, dit is onze badkamer. En we hebben dus alles net nieuw. We hebben net een nieuw huis gekocht. En de hele badkamer is dus nieuw. En qua voegen en zo hebben wij dus een beetje dat grijzige. Dat hebben we bewust gedaan. Ik had het liefst alles een beetje wit. We hebben wel een soort centkleurige kit gebruikt. Vroeger had ik dus het liefst allemaal heel licht gehad. Maar ik ben echt door meerdere mensen gewaarschuwd. Doe het niet, want het wordt gewoon zo snel vies. En dan ook al maak je het gewoon heel goed schoon. Over een jaar is het dan alsnog verkleurd. Dus toch voor een beetje grijzige voegen gaan. En ik ben er uiteindelijk heel erg blij mee. Dus we gaan lekker even alles schoonmaken. Wat ik heel erg vaak doe. Nou, ik haal dus eigenlijk de handdoeken en zo allemaal weg. Dat doe ik in de was. Ik haal dit weg. En dan ga ik eerst stofzuigen. Zodat al het stof weg is. Ik ga het badkamermeubel poetsen. Wc en zo. En dan op het einde doe ik de tegels. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, and suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There's nothing else to do. I would like to have it back. It's broken and far from intact. And as dangerous as it is, we couldn't wait for the first kiss. Zo, meubel ruikt weer helemaal lekker, is weer schoon. En nu doe ik de spiegel. Ik gebruik of glassex of gewoon heel simpel deze glasdoekjes. Dus dat ga ik nu ook doen, want er komen toch altijd spettertjes op. En dat willen we eraf halen. Tadaa! En de laatste stap die ik altijd doe is, dat is echt een tip, Fabuloza.
En dan deze geur, deze chain, doe ik dan een dopje in de gootsteen. Of hoe noem je dit? Ja, gootsteen. En geloof me, heel je badkamer ruikt lekker. Oké, ik ga gewoon nu alle tegels en zo, ga ik de voegen lekker ontvetten. Maar eerst halen we dit weg. Wij hebben natuurlijk een vloerkleed en mocht je een vloerkleed hebben, dan dan werkt baking soda echt heel erg goed om viezigheid op te zuigen. En wat ik dus ook gebruik, heb ik hier achter staan, dat is dit, Bin Bright. Dit is van de Action en dit ruikt zo lekker. Sprinkel je dan met de baking soda over de vloerkleed en dan zuig je het op en dan ruikt heel je huis heel erg lekker. Oké, één tip. Nooit met 24 graden je hele huis schoonmaken. Ik zweet me kapot. Maar ik heb wel het hele huis schoongemaakt. Ik ga nu alleen nog de was doen. En daarna de badkamer voegen beschermen. Want dan is het wel sowieso droog. Nou, we hebben hier gewoon echt een top washok op zolder. Er droogt al heel veel, dus dat kan ik meenemen. Want dat is sowieso droog. En dan heb ik hier de nieuwe lading wat gewassen kan worden. Dus dat ga ik nu doen. Maar het hele huis heb ik opgeruimd en schoongemaakt. Jullie hebben het gezien. Ondertussen heeft het, ja, dweilen is ook droog in de badkamer. Dus nu kunnen we naar de laatste stap van de badkamer schoonmaken van deze cleaning day. En dat is de voegenbescherming.
En dat ga ik nu doen. Daarvoor moet de ondergrond dus vetvrij zijn. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben het helemaal schoongemaakt. Ik heb gedweld, dat is nu opgedroogd. Dus het moet ook droog zijn. En dan gaan we nu deze voegelbeschermer gebruiken van Thule Paint. En dit kun je kopen bij voegenstift.nl. Om dus de voegen te beschermen, vooral in het douchegebied. Dus dat gaan we nu lekker doen. Weet dat dat dus 48 uur moet opdrogen. Dus straks als ik dat heb gedaan, doe ik de deur dicht en dan 48 uur drogen. Dus dat gaan we doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat ga gebruiken en dus ja, hoe dat in zijn werking gaat. Goed, ik heb alle voegen en eigenlijk alle tegels schoongemaakt. En het is nu tijd om deze te gaan testen. Ik ga hier dus gewoon overheen zo. En dan moet het dus de voegen beschermen. En dat ga ik vooral ook op de plekken doen waar het heel snel vies kan worden. En dat is bijvoorbeeld ook bij het doucheputje en zo. Hier wil ik het gewoon goed beschermd hebben. Dus laten we het gaan doen. Je kan dus hier aan de achterkant draaien. Er komt een transparant goedje uit en dit smeer je dus over de voegen. En daardoor wordt de voeg waterafstotend. Ja, en een voegenstift is een soort verfstift. En daarmee kun je voegen verven of een andere kleur geven. Maar ik heb dus een transparante versie. En die gaat verkleuring verhelpen. Dus het beïnvloedt totaal de kleur niet. Het is dus gewoon transparant. En de structuur van de voeg die verandert dus. En daardoor voorkomt het dat de voeg verkleurt. Is het gewoon waterafstotend. Dat kun je ook heel goed zien als we nu hebben gedoucht. Dan zie je een soort randje. Dat zie je hier op beeld. En het is dus waterafstotend. Dus het water komt niet echt op die voeg terecht. Het is echt heel bizar hoe dat werkt. Maar daardoor ja, verkleurt de voeg dus niet zo snel. The trees will bloom and the ice will melt. Ondertussen is het huis dus helemaal schoon, beschermd en klaar voor de dag. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Check dus even de linkjes in de beschrijving. Daar zou ik alles wat ik heb gebruikt van voegenstift.nl zou ik even linken. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie jullie tot de volgende video weer. Doei!